Goedemorgen, lieve mensen. Het is donderdag. En de babbes. Jullie hebben lekker tandjes gepoetst. Klappen, goed zo. Kan je ook klappen? Klappen, klappen, klappen. Tuurlijk kan je klappen. Klappen. Weet jij? Klappen, klappen, klappen. Pieuw, 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 pieuw. Ik ben het papegaaitje papegaaitje leven nog aan het leren. Ik zit er nog zo tegen ze. Maar ze begrijpen het nog niet, maar dat komt wel. Vandaag wordt mijn oude auto opgehaald vanaf mijn werk door de sloop. Hier, poets je oog. Mijn oude auto die is echt een paar maanden denk ik al wel geleden is de motor vastgelopen. Dus die auto heeft sinds die tijd allemaal op een privé parkeerplaats gestaan van mijn werk. Daar kon hij in principe gewoon staan zonder dat ik boetes krijg van de RDW omdat hij op de openbare weg staat. Maar vandaag werd hij eindelijk weggehaald. Duurde echt veel te lang. Krijg zeg maar, als je je auto hebt, dan krijg je van die overschrijvingspapieren. Dus dan krijg je een tenaamstellingscode. Dus een code die heb je nodig om je auto op een andere naam te laten zetten. Alleen... Oh. Ja. Alleen die hebben we per ongeluk weggegooid. Ik weet ook niet hoe dat kwam, maar die code was per ongeluk weg. En die heb ik nu pas opnieuw aan kunnen aangevraagd. Ik was gewoon lui. Ik heb het gewoon niet snel genoeg geregeld. Hey Livie. Maar vandaag gaat die auto eindelijk weg. Ik krijg er nog geld voor ook. Dat is ook bizar. Ja, mooi hè. Zullen we zichzelf aanraken? Zeg maar, hachu! Nog een keer. Goed zo! Goed zo! Hachu! Nee, alleen Luna doet het. Geen tandjes poetsen van de camera. Van de kijkers. Oh. Allemaal frisse adem op ons kanaal. Aboe. En kiekeboe. Kieke. Kiekeboe. Goed zo. Dat is hartje. Goed zo lief. Ik ga lekker naar mijn werk nu. Ik geef de camera aan Darcy. Goed zo, papa. Zo zielig, ze willen niet dat papa gaat. Tokken, tokken, tokken. En vooral Marley, moet je kijken. Doei Marley. Gaat ze zwaaien naar de camera ook? Ja, Marley. Alle twee maar. Goed zo, zwaaien. Doei. Doei. Goed zo. Goed zo. Liefies, doei, doei. Op haar hand van jullie. Oh, daar komen ze hoor. Papa, papa. Dat een van de baby's het pak luiers heeft ontdekt en het helemaal heeft leeggehaald. Top! Ik ben even lekker croissantjes aan het maken. Ik heb voor mezelf lekker met spek en kaas gemaakt. Dus ik doe gewoon kaas erin en spek eromheen. En twee voor de meiden met alleen kaas. Ik ga ze nu lekker even in de oven doen. Oké, morgen moet er weer een nieuwe react to twin react to video online. Dus die gaan we nu even opnemen. We zitten gewoon in de babykamer. We nemen het altijd gewoon op voor de witte muur. Ik ga op een pannenkoekenmix mijn camera neerzetten. En hier staat een lampje zodat we extra belicht zijn. En vandaag gaan we augurk uitproberen. Baba's, we gaan augurk uitproberen. Woehoe! Ze hebben nog geen idee. Laten we gewoon gaan beginnen. De video die staat al online. Die kan je hieronder in het linkje vinden. En wij gaan gewoon eventjes filmen en we zien jullie gewoon zo weer. Je hebt zelfs nog tappenstaafvlek op je voorhoofd zitten, joh. Ja, Een hele goede morgen, lieve mensen. Jij moet ook even een goede morgen komen zeggen. Hij staat buiten. Kom, kom even. Ik mag van jou nooit buiten filmen, dus dan moet je wel even... Goedemorgen. Het is vandaag vrijdagochtend en wij gaan even lekker naar de kinderboerderij met de baby's.
En even boodschapjes doen. Ik trek even een jasje aan en dan gaan we. Bij Marley worden nog even de haren goed gedaan, zodat dat niet continu voor de ogen zit. En Loenie, die zit al lekker in het zand. Die gaat lekker spelen, hè Loen? Het is leuk, hè, met het zand. Daar hou jij wel van, hè? Ja. Oh. Ja, dat vind jij leuk, hè? Gekkie. Nee, zand gooien. Oh, pff. Oh nee. Goed zo, Loenie. Lekker zand op je eigen hoofd gooien. Loenie is aan meehelpen iets met zand te bouwen. Zandkasteel. Zandkasteeltje te bouwen. Die twee kindjes daar die zijn aan het bouwen. En Loenie helpt mee. Mooi. Met zand aan te stampen. Ja, nou goed toch? Goed zo, Loen! Goed zo! Zo trots. Kijk eens. En Marley, die... Hey Marley! Hey lieverd, hey! Wat ben jij aan het doen? Lekker de ogen aan het uitkijken. Ja, die is lekker aan het kijken, ja. Oké, de kinderboerderij die ging al vrij vroeg dicht. Dus we gaan nu nog eventjes naar een speeltuintje. Lekker schommelen. Even lekker schommelen. Ze vinden het namelijk heel erg leuk. Tenminste, vroeger vonden ze het heel erg leuk om te schommelen. Nog steeds hoor. Wanneer heb je met ze geschommeld dan? Laatst met mijn moeder. Oh, echt? Ja. Oké, dan gaan we even schommelen. Ja, kom maar. Ja, ze vinden het nog mooi. En Marley lacht ook. Leuk hè Marley? Leuk hè Loen? Loenie, haar ding is echt dingen over zichzelf heen gooien. Toetjes, zand, steentjes. Alles gooi je over jezelf heen hè Loen? Goed zo. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag, even denken, woensdag en de baby's zijn net wakker. Ik ben eventjes luiers aan het pakken, zodat ik ze kan gaan verschonen, tandjes kan poetsen en zodat de dag gewoon weer lekker kan beginnen. Ik heb vandaag een vrij drukke dag, ik moet een beetje editen. Dat was het eigenlijk, ik moet een beetje editen en ik moet de video van vrijdag ook alvast regelen. En voor de rest hoef ik niet zo heel erg veel te doen. Ik heb wel super slecht geslapen vannacht. Dus het gaat vandaag wel een pittig dagje worden. Goedemorgen meiden! Goedemorgen! Hoe hebben jullie geslapen? Goed? Oké, ik neem dat als een ja. Let's go! Laten we eventjes jullie luiertjes gaan schonen. En tandjes poetsen. En ontbijten. Oh, laten we eerst even kijken. Neus! Waar zit jouw neus? 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 En mond? Mond? Waar zit je mond?
Oké, super fijn. Ik heb net dus de vlog geëdit die vandaag online moet. De dag van vandaag moet er alleen nog even bij. En dan kan die de render in en kan die online. De baby's die liggen echt net op bed. En hier achter me is het natuurlijk helemaal ontploft. Dus dat ga ik nu even opruimen. Daarna ga ik zelf ook nog even op bed liggen. Want ik heb echt maar een paar uur geslapen voor mijn gevoel vannacht. Ik heb het 4 uur zien worden, geloof ik. En om 8 uur, nee, 8:30, 8:30 waren de baby's weer wakker. Dus was een lekker kort nachtje vannacht. Ik ga even opruimen, ontbijt maken voor mezelf en dan lekker in bed liggen. Zo, nou inmiddels zijn we aangekomen op de boerderij. En de kindjes vinden het hier altijd heel erg leuk om lekker in het zand te spelen. Dus dat gaan ze nu ook gewoon lekker doen. Ik heb een klein beetje opgeruimd, maar het huis is echt gewoon één grote bende. Ik heb het vanmorgen namelijk niet zo goed opgeruimd, waardoor er alleen maar puinzooi bij is gekomen. En het nu alleen maar heel heftig is. Ik ga even de kindjes lekker eten geven. Het is 5 over 5 en meestal krijgen ze rond deze tijd even wat te eten. Wat ze vandaag gaan eten zijn gewoon potjes. Meestal eten ze wel met de pot mee. Maar ik had vandaag nog niet gekookt en anders wordt het voor hun ook weer heel erg laat. En het was gewoon te lekker weer om binnen te blijven zitten. Dus vandaar dat we het even zo doen. Ik heb 2 van deze potjes. Deze krijgen ze vandaag te eten. En dan morgen gewoon weer wat de pot schaft. Nou, ook vandaag is weer lekker tot een einde gekomen. De baby's die zitten nog even tv te kijken en daarna gaan... Ja, daarna gaan jullie lekker naar bed, hè? Was een leuke dag vandaag, Loenie. Maar, huh? Ineens zijn al je staartjes... Dit heeft ze zelf gedaan. Al de staartjes zijn ineens uit. Ze waren zo schattig, Loenie, je staartjes. Ze waren zo lief. Gaan we nog even in bad en daarna lekker naar bed? Of gaan we morgenochtend weer in bad? Ze zijn in principe vanmorgen ook al in bad geweest, dus... Het hoeft niet. We gaan gewoon lekker afsluiten en we zien die gewoon volgende week weer. Wat doe je? Kus? Kus? Oh, wat een lekkere kus. Oh, wat een lekkere kus. Neus. Waar is jouw neus? Waar is jouw neus? Waar is Luna de neus? Knapperd. Volgende week zien we jullie gewoon weer met een nieuwe weekvlog. Zeg maar doei, Loenie. Doei, dag. Dag achter. Dag. 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 Doei, doei mensen. Tot volgende week.